Alweer lekker bezig. Ja, ik heb een klontje boter, een flinke klont boter. Laat ik bruin worden, niet te bruin. Dan ga ik deze uien schoonmaken. Ga ik om en om bakken. Mm-hmm. Dan komen de tomaten bij, die snij ik ook. Ga ik ook om en om bakken. Bij elkaar. Dan gaan er 4 eitjes in. Klop je er doorheen. Peper, zout, sambal. 2 boterhammetjes als je brood niet meer al te vers is na 2 of 3 dagen. Kan makkelijk, want het wordt zacht. Bak je dat ook, het brood? Nee. Nee, maar het wordt zacht omdat de tomaten en uien natuurlijk een beetje vochtig zijn. Dus dan wordt het brood weer lekker zacht. Dus dat is heel lekker. Oh. Ja. Waarom heb je godsnaam je zonnebril op? Nou, ik kon mijn leesbril niet vinden. Maar ik doe een bril op, want als ik die uien snij, dan loopt het water echt over mijn wangen heen. Die zijn zo scherp. En nu heb je daar geen last van. Oh, nou. Tip van de dag. Oeh. Neem de pan mee en we gaan. Huppakee. Cor, je moet er toch even aan de kijkertje uitleggen waarom je in deze keuken gaat koken. Want dat willen heel veel mensen wel weten. Nou, dat deed ik. Ja, dus waarom deed je dat, Con? Omdat vroeger toen ik heel klein woonde op een kamertje met een balkonnetje. Dan deed ik altijd uien bakken. Dat vind ik gewoon heel erg lekker om dat buiten te bakken. Dus ik deed of op een balkonnetje. Of nu heb ik een gaspitje in een keukentje. Nou, dat vind ik lekker. Dat niet dagenlang... Het stinkt naar uien in huis. Dat vind ik gewoon zelf fijn. Dat, nou, dat deed ik ook met frietjes. Deed ik buiten gewoon bakken. En dan liep ik ermee naar binnen. Echt op zo'n klein balkonnetje. Maar ja, dat is gewoon mijn ding, hè. Sir, ja? Je moet je niet te bruin laten worden. Zodra die niet meer schuimt, dan is die goed. Want anders worden die uien zo donker. Dan krijg je zo'n hele bittere smaak. Dus je moet de uien lichtbruin bakken. Beetje okay. Glazig nog. Dus nu zijn ze bijna goed? Bijna, ja. En dan hierna doe je dan de tomaat erbij, toch? Nu? Oh. En doe je gewoon een beetje zout erbij of op gevoel? Of... Op gevoel. Doe alles op gevoel. En heb je nog een speciale sambal? Even kijken. Hoe lekker. Gewoon 1 lepel toch, D erin? Ja. Deze eerst. Het was zo lekker. Ach. Hoe kom jij eigenlijk aan dit recept, Con? Van mijn moeder. We hadden vroeger helemaal geen geld. En dan zijn we voor 5 euro, voor 5 gulden, kunnen met z'n allen eten. Dat vond ik geweldig. Echt mijn lievelingseten. Zo lekker. Dit is de ketchup, guys. Is het lekker, Ricky? Mm. Heerlijk. Het is eerst, nou, lekker met mijn volle mond. Heerlijk. Apart, hè? Heel apart. Aanraden, guys. Neem het.